Passagieren op de Hugo-Meer-Vliegtuigmachine. Hier weer een aangenemend. Ja, misschien hebben we dadelijk een stuk of 10 mensen hier op de grond willen gaan leren. En we kunnen kijken of die daar overheen gaan wielen. Ja, zonder iemand te raken dan natuurlijk. Maar hij heeft het gezien. Hij, dank u wel, nee, hij komt toch terug. Ik wou zeggen, hij zal even terug. Dank u allemaal. Kijk eens, makkelijk dat ding over de achterwiel. De Hugo-Meer-Vliegtuigmachine. En dan een stop op een grondwiel. Ja, doet hij ook erg goed. Blijft hij gewoon op de steunen staan. Graham Jarvis. Met de nummer 1 op de Hugo-Meer-Vliegtuigmachine. En dan gaat hij weer op het achterwiel. Op het achterwiel. Hij kan dat aangespannen worden in de grond raken. Nee, dat gaat net niet lukken. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Even de grond aantikken. Ja, bijna! Ho, ho, ho. Bijna ging het goed. Maar ik denk dat het beter is, Graham, om een kleine achterstand te maken aan de Hugo-Meer. Ja, dan hoef je niet zo ver achterover. Hij wil het wel proberen. Oh, maar nee, dat niet. Het gaat net niet lukken. Want ik denk als hij iets verder doorzet, dat hij dan gewoon achterover gaat met de Hugo-Meer. En dat zou natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Hij probeert het wel iedere keer. Om de grond aan te tikken. Nu op snelheid, op het achterhulletje met de Hugo-Meer. En dan met één beentje van de steunen en weer zet hij de Hugo-Meer op het voorwiel. Graham Jarvis. Het applaus van u allen voor Graham Jarvis. Hier nogmaals met de Hugo-Meer. Graham Jarvis. Ja, makkelijk een wheelie maken, geen enkel probleem. Helemaal niet moeilijk voor deze man. De extreme duo rijder. Op het gas.